En die dag hebben we verder gelopen. Nou, 's morgens eerst die schuur uit. En we wilden ons wassen met sneeuw. Er was niks anders. Maar de sneeuw was om die schuur heen helemaal bevuild. Van de mensen die ziek waren. Die hebben gebraakt en gepoept. Waar ze maar konden. Die nacht. Dus de sneeuw, we konden ons niet wassen. En het bevel kwam dat we moesten lopen. En we gingen weer op mars. En we hebben gelopen en ik weet niet waar we zijn geweest. We liepen maar door de velden heen. En een keer waren we op een stukje weg. Dat was bevroren. En we kwamen een andere groep gevangenen tegen. Die kwam ons tegemoet. En we moesten aan de kant gaan staan om hun te laten doorlopen. En het werd gegroet op zijn Pools, op zijn Frans, op zijn Duits. In elke taal hebben we elkaar gegroet. En ineens zag ik Raffi Montesinos, die bij ons in het kamp had gezeten. Eerst, waar ik mee kolen heb gereden, op dat wagentje. En Raffi had een speciale vriendschap voor mij. Daar ben ik erg gelukkig in altijd, dat ik altijd wel goede vrienden heb. En hij was een hele ordinaire Amsterdamse Joodse jongen. Een marktkoopman, dat was de hele familie trouwens. Elk ander woord dat hij zei was een vloek. Maar je luisterde naar hem en je wist wie hij was. Dat hij maar een klein hart had, ja, of een groot hart. En ik zag hem lopen, helemaal wezenloos in die groep. Raffi, Raffi. En hij eindelijk keek hij op en we gooiden brood naar hem toe. Wij hadden genoeg brood nog bij ons. En we gooiden een brood op, want dat is het eerste wat je deed. Zorgen dat ze wat te eten hebben. En dat werd meteen een vechtpartij in die groep, om dat brood op te pakken. En Raffi herkende ons niet. Maar na de oorlog, hij is er levend uitgekomen, heeft hij me herinnerd. Hij heeft me herkend, direct. En dat hij in die groep, dat hij mij gezien had. Maar hij heeft niet gereageerd, want hij had alle hoop opgegeven. Zijn vader was doodgegaan, die bij hem in het kamp was geweest. Ja. En wij liepen door en door. En bij de avond bleek dat we huizen naderden. We waren weer terug in Gliwice. We hadden in een bocht gelopen. En konden nergens doorheen, want er werd gezegd, de Russen zijn daar, je kunt er niet door. En dan sloegen we een andere weg in. En zo waren we weer in Gliwice terug. En in het midden van Gliwice, of ik zou zeggen in het midden van een straat, er waren huizen langs de kant. Daar zijn we gaan liggen, de straten waren bevroren, een likken laag ijs. En we zijn er gaan liggen. Dan moet maar komen wat er komt.